Ik wil beginnen met een filmpje waar Max juist al op gewezen heeft. Dat is het feit dat in militaire toepassingen, daar heb je dat effect van het verjagen van mensen met de ultra-hoge millimeterfrequenties van 94 gigahertz. Laten we kijken of ik dat filmpje kan starten. Er is helaas geen geluid. Ja, moet stekker in. Nee, het filmpje. Nou, het zit geen geluid bij het filmpje. Ja. Je moet ook niet bij de microfoon zijn. Jongens, wat een probleem, hè, allemaal. Techniek. Het werkt het thuis wel. Ja, we gaan gewoon naar het begin van de voorstelling. Mijn punt is dat ik ga u niet vertellen hoe die straling op het lichaam in werkt met het doel om te laten horen hoe erg het eigenlijk allemaal is en hoe ziek het wordt. Het gaat mij meer om de vraag hoe hebben die velden die geproduceerd worden door die moderne technologieën, en dat begint ook met 3G en 4G, hoe beïnvloeden we het lichaam? Ik zoek dus eigenlijk naar methoden waarop de artsen later, en misschien ook wetenschappers, hun problemen kunnen kiezen om aan te tonen dat mensen, of onderdelen van mensen of organen, in staat zijn om straling waar te nemen. Want dan pas heb je ook een methode om na te gaan welke vormen van straling nou echt schadelijk zijn en wat je er ook tegen kan doen. Dus ik ga met u het lichaam in, alvorens, wacht even. Het lichaam in, en ik ga het niet hebben meer over die stress dingen die we hebben besproken, maar wel hoe ziet die 5G straling eruit, daar ga ik heel snel doorheen. Omdat Frank dat al heeft laten zien. Dit is een ander plaatje, maar in dezelfde bedoeling, die laat zien hoe de tegenwoordige straling, en kijk dan vooral naar het rechterplaatje, samengesteld wordt uit allerlei componenten van velden. Daar zit de frequentie en de amplitude en de faseverschuiving, die zijn allemaal vertegenwoordigd in één blokje wat je heel snel kan uitrafelen in een factor tijd. En dus in de tijd gaat het signaal deze dingen langs. Net zo pittig als mijn hand ook is. En dit is een frequentiespectrum. Dus dat betekent eigenlijk dat een signaal enorm complex is tegenwoordig. Frank noemt het een ruis. Ik denk dat je hoogstens kunt spreken van een ruisachtig signaal. Het is vast geen witte ruis, want daar zou je helemaal niks mee kunnen doen, maar het is een gestructureerde ruis waar toch nog bepaalde frequenties in zitten. Pieken, spanningen, hele kortdurende spanningen, de orde van micro- of nanoseconden, die biologische effecten hebben. En daar zitten er ook nog verschillende periodiciteiten in het ruis. Ben ik zo te verstaan? Ja. 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 Zaken, die frequenties waar we het over hebben, wanneer ik maar even voor het gemak 5G noem, het bestaat dus eigenlijk niet voor een droom, maar goed, de 5G, dan bedoel je op het algemeen de hele hoge frequenties van de draaggolf. We hebben te maken namelijk met twee componenten, het is de draaggolf waar je de frequentie vaak van over spreekt, maar je hebt ook de modulatie van die draaggolf, waar eigenlijk het signaal doorgaat, de boodschap, een datastroom gaat er door. Daar kun je stem er heel laten gaan, maar je kunt er ook veel meer data doorheen laten staan. En er zijn twee
onafhankelijke dingen die ook voor een deel onafhankelijk variëren en die verschillende soorten biologische effecten kunnen oproepen. En dat is waar ik nu over ga spreken. Die frequenties die zitten globaal tussen 30 gigahertz en 300 gigahertz. Nou, waar we het over gaan krijgen, voordat Frank met pensioen is, dat zit meer in de buurt van de 30 gigahertz dan in de hogere frequenties. Maar de golflengten die in dit traject zitten, variëren tussen de 10 mm en 1 mm. Het zijn hele korte golven die, ondanks het feit dat ze veel energie kunnen hebben, blijven steken in de huid. Ze komen het lichaam eigenlijk niet in, want de huid die is in staat door het watergehalte wat erin zit ongeveer om die straling te absorberen. Ben ik nog te staan achterin? Ja, als iedereen stil zit, dan zou er heel veel spelen. Dan, wat zijn de biologische effecten? Je kunt je voorstellen, als we het voortaan nu even alleen over de huid gaan hebben, wat er binnen in het lichaam gebeurt, dat is via informatie die via de huid naar het lichaam gestuurd wordt. Hè. Het zijn twee compartimenten. Je hebt het lichaam en je hebt de huid. Als je de huid eraf haalt, hou je het lichaam over. Maar dat kan niet goed functioneren als de huid weg is, waar alle zintuigen in zitten, waar hormonen worden geproduceerd, waar zenuwen in zitten die het lichaam centraal en de hersenen informeren over wat er buiten aan het gebeuren is. Je kunt de huid niet missen, maar het zijn twee bijna volledig verschillende entiteiten naar ik nu begin te begrijpen. Dus mijn voorbereiding voor dit verhaal is ook heel interessant geweest. Ik heb gelezen over zaken die ik zelfs als bioloog, als natte bioloog, niet eerder ben tegengekomen. Dus een fantastische leerschool voor mij geweest. En nou, wat Frank er ook bij vertelt, geeft mij ook inzicht in wat de elektronica doet. En aan mij de taak, ik denk als eerste zo'n beetje in Nederland, om na te gaan wat de relatie is tussen die uitwendige velden en de interactie met het lichaam. En dat moet je dus zien in fasen. Een signaal. Werkt dit nu? Werkt dit nu? Hoort iemand dat? Wordt alleen opgenomen op het apparaatje in je borstzak. Een opnameapparaat. Het is een opnameapparaat van je borstzak. Oké. Goed, de huid, er zijn dus een veld, een golfsysteem heeft dus twee componenten. Het is de draaggolf, hè, waar we het over hebben. Als je zegt het is een 30 gigahertz veld, dan betekent dat is de draaggolf die in die frequentie zich manifesteert. Maar dan die is op zichzelf, naar ik verwacht, warmte gevend. Als wij het erover hebben dat een veld van deze aard zeg maar een soort magnetron effect heeft, dan warmt dat water op doordat de watermoleculen die er in de huid zitten, dat zijn die polen die gaan heel hard heen en weer trillen en die geven de warmte. Maar velden hebben ook een non-thermisch effect, zoals het heet. Hè? Ook als het weefsel niet wordt opgewarmd, wanneer je dat adequaat koelt, dan zijn er nog biologische effecten die manifesteren, die geactiveerd kunnen worden of geremd kunnen worden. En over die non-thermische effecten ga ik het nodige ook zeggen. Beide dingen zitten in de draaggolf, maar de vraag is welke heeft de overhand in een gegeven situatie. De huid heeft een oppervlakte van 1,5 tot 2 vierkante meter voor volwassen mensen. Dat is tamelijk veel. Raakt dus op veel plekken raken golven de mens van onder en van boven, voor en van achter. De huid weegt ook tot 20% van het lichaamsgewicht, dat is dus niet niks. Dus wat er gebeurt in de huid is significant. Het is een onafhankelijke levensgemeenschap, zeg ik daar ook, die losjes geïntegreerd is met de centrale lichaamsfuncties. Het belang van die opmerking is dat wanneer de ICNIRP of welke maatschappij zich ook afvraagt wat is het effect van een bepaalde zendervermogen op het lichaam,
dan zal men de neiging hebben om gewoon de thermometer te prikken in het inwendige van het lichaam. Eens te kijken of het lichaam ook gaat opwarmen. En dat men de knoppen zo gaat stellen, zoals het tot nu toe is geweest voor het meten van impact op hersenen. Dat de knoppen zo ingesteld gaan worden dat het lichaam niet meer dan 1 graad Celsius wordt verwarmd. De consequentie is, als bijna alle straling geabsorbeerd wordt voor de huid, en je gaat in het lichaam meten, dan kan je de versterking van die signalen geweldig opschroeven voordat de thermometer een verhoging gaat aanwijzen. Maar intussen verbrandt je huid. Dat is de situatie. Dus wat er eigenlijk zou moeten gebeuren wanneer men in de toekomst normen gaat stellen, is dat men veel meer aandacht gaat geven naar de huid, de temperatuurverhoging om te beginnen. Maar er zijn allerlei andere processen die ik nog zal noemen, die kunnen worden beïnvloed. En die de technici zullen ontgaan wanneer ze niet rekening houden met de biologische eigenschappen van de mens en van de huid in het bijzonder. Hier heb ik een voorbeeld, een stukje huid genomen in doorzicht in de microscoopopname in een huid. Dit is de buitenkant, dat is de hoornhuid. Daaronder zitten een hele laag cellen die de huid produceren en die allerlei andere functies hebben. Daar kom ik nog op. Er zitten haren op de huid, er zit een zweetkliertje in de huid. Er zitten nog veel meer sensoren in de huid die allemaal het lichaam voorzien van informatie uit de buitenwereld. Er zitten bloedcellen in, er zitten zenuwen in en er zit een wereld aan organen in die men nog niet eens allemaal in kaart heeft gebracht en waarvan men de functie al helemaal niet begrijpt. Maar ik denk dat we daar van alles mee te maken krijgen. Rechts zit een kleine doorsnee van een klein stukje van zo'n huid. Dat zijn allemaal cellen die allerlei zaken produceren, waaronder ook hormonen. Daar zit ook in kleine kliertjes, die zweetkliertjes, waarvan men in elektronenmicroscopische opname heeft gezien dat die gespiraliseerde vorm hebben. En wanneer je die zou uittrekken, dan zou zo'n afvoergangetje die gevuld is met zweet, hè, dat is een zoutachtige oplossing die elektriciteit goed ontvangt, die zou bevattelijk zijn voor die straling, van die hoogfrequente straling die op ons afkomt. Daar is een opname van, dat is een soort hitte. Reconstructie van een paar Israëliërs die hebben nagegaan. Zijn die zweetkliertjes, omdat ze zo'n perfect antennefunctie kunnen hebben, zijn dat soms ook de sensillen die we hebben in de huid die maken dat we die hitte waar kunnen nemen? Het antwoord is ja. Als je even kijkt naar die roodkleuring hier, die is niet zo goed te zien achter in de zaal waarschijnlijk, maar inderdaad, in dat model zijn die zweetkliertjes bij uitstek antennetjes die de huid opwarmen wanneer daar te veel straling in komt. Dat is een bron van zorg. En daar moet je rekening mee houden als je je normen voor blootstelling wil definiëren. Nou, dan heeft onze oude Olle Johansen al tientallen jaren geleden bekeken wat doet zo'n huid eigenlijk. En die heeft met histologische manieren, gebruik maken van antilichaam gezien, dat er onder meer een hele serie hormonen en hormoonachtige stoffen in het huid worden gemaakt. Het VIP. Het neuropeptide I, NPY zoals het heet, het proteïne S, precursor voor eiwitten, neuronspecifieke enolase, dat zijn enzymen die altijd in zenuwen voorkomen. Kortom, het is een enorm pakket aan stoffen die men nooit heeft verwacht die in de huid voorkomen. En het is nog erger, een andere groep van Slominski, die heeft met modernere chemische methoden nagegaan dat er een fantastische hoeveelheid hormonen wordt geproduceerd. Waaronder het bekende ACTH, het adrenocorticotroop hormoon uit de hersenen. Dan moet ik even mijn aantekeningen raadplegen. En het MSH, het melanocyten producerend hormoon. En nog een aantal van die dingen. Het komt er dus eigenlijk op neer dat de huid een hele hoop dingen kan doen, kan overnemen misschien ook wel, van zaken die normaal in de hersenen gebeuren. En ook in de bijnierschors. Steroïdhormonen, die worden ook in de huid geproduceerd. Nu vragen we ons af
why the hell is dat zo? Hè? Waarom doet de huid allerlei dingen in Duplo, terwijl onze hersenen en de klassieke endocrine klieren die we kennen, dat op zichzelf ook doen. Dus mijn conclusie is eerst even, de huid is dus eigenlijk een soort organisme apart van dat lichaam. Hè? Die kan grotendeels dezelfde dingen, kan functies overnemen. De interessante vraag is, wat is het evolutionaire voordeel daarvan? Maar dat leidt natuurlijk wel tot manieren om voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn na te gaan van wat gebeurt er nou eigenlijk precies in die huid, hoe reageert de huid op elektromagnetische velden die op ons afkomen. En dan moet je een keus maken uit al die technische, chemische, farmacologische stoffen die daar geproduceerd worden en zenuwen die er ook in zitten, om na te gaan of wij een soort toetsinstrument kunnen maken waarmee je effecten van elektromagnetische velden kunt monitoren. Want de arts die wil ons best behulpzaam zijn, maar die mag elektrogevoeligheid niet als diagnose stellen, want hij heeft geen middelen om vast te stellen dat wij elektrogevoeligheid zijn. Hij ziet best dat we er erg aan toe zijn, maar hij kan er niks mee. Hij heeft ook geen hokje op zijn formulier om in te vullen, die meneer of die mevrouw is elektrogevoelig. Vloep, hij mag dus 2 weken naar bed of zo. Dat gaat helemaal niet. De arts heeft ook behoefte aan informatie. Nee. Dat is een misverstand, als ik daar even intussen op reageer. In Zweden hebben elektrogevoeligen dezelfde rechten als alle andere gehandicapten die daar zijn. Mensen zonder been of mensen die op een andere manier niet in staat zijn hun beroep normaal uit te oefenen. Dan krijgen elektrogevoeligen precies dezelfde behandeling. Hun kwaal wordt niet erkend, maar de mogelijkheden om aan het werk te komen worden wel weer vergroot. Er komt een drempeltje als je benen, als je niet meer kan lopen. Je huis wordt afgeschermd wanneer dat maakt dat je beter kan functioneren. Je kantoor wordt heringericht. Als jij aangeeft wat nodig is om jou een goede elektrisch schone werkplaats te geven. Wat de oorzaak is, interesseert de autoriteiten niet, maar ze willen jou weer aan het werk helpen. En dat is goed genoeg. Maar de klacht als zodanig is niet herkend. Dus dat wil ik misschien hier even duidelijk zeggen, want op internet functioneren wat fantasieverhalen in dat opzicht. Dat is helaas niet zo. Nou, eens even kijken. Non-thermische effecten. Ik heb er een paar opgenoemd gewoon, van die millimetergolven waar ik het even over heb. En dat zijn misschien andere golven dan waar Frank het over heeft gehad. Ik weet niet precies over welke componenten Van dat nieuwe spectrum van 4G of 4G plus of 5G, het gaat. Al die experimenten moeten nog gebeuren. De frequenties waarmee processen die ik hier aanwijs kunnen worden beïnvloed, moeten allemaal worden uitgezocht. Dus in principe komt er op neer die millimetergolven die veroorzaken trillingen en resonanties in de cel. Dan moet je denken aan hele elementaire celorganellen. Ik kom daar zo ook nog wel op. Belangrijke zaken zijn dat die macromoleculen die je in je huid hebt, die hebben allemaal een bepaalde structuur. Eiwitten, dat zijn nooit langverrekte draadjes, die zitten altijd in bolletjes, driedimensionele ruimte, die bij elkaar gehouden worden door waterstofbruggen en SH-bruggen enzovoort. Dat zijn altijd labiele situaties. Als je daar energie in toevoert, of je brengt die zaak in trilling of in resonantie, en dat kan makkelijk met ruisachtige informatiepakketten die we op ons krijgen, dan kan die structuur verstoord worden, kan het enzym niet meer reageren, dan kan een eiwit niet meer door een receptor worden herkend. Er gebeuren allerlei zaken die huishouden in de basale huishouding van de cel. Maar dat is echt op moleculair niveau berekend. DNA-schade heb ik hier als derde genoemd. Ook je DNA is een buitengewoon ingewikkeld molecuul, ik zal dat zo laten zien, die heel makkelijk kan worden beschadigd. En er zijn er nog een stel andere dingen, omwege van de tijd ga ik daar verder niet op in. Hier is een stukje van de wand van een cel, een enkele cel in de huid. Alle cellen die hebben een buitenkant, dat is een lipide dubbellaag, daar zitten openingen in, waardoor op bepaalde commando's, potentiaalverschillen, bepaalde ionen kunnen diffunderen, calcium, kalium,
natrium enzovoort. Er zitten allerlei grote moleculen in die ervoor helpen om bepaalde essentiële stoffen uit het bloed in je huid, in je cel te krijgen. En ook afvalproducten van die cel naar buiten door de cel heen te doen. Want die huid is, die celwand is op zichzelf impermeabel voor alles. Wat er doorheen moet, dat moet er doorheen gepompt worden. En daar zijn hele specifieke structuren voor. Vaak eiwitten, die hebben ook staartjes naar buiten. En die staartjes hebben ook weer zijstaartjes. Dat zijn allemaal moleculen met een bepaalde configuratie. En aangetoond is ook al dat deze moleculen in beweging kunnen brengen. Dus als zweepjes kunnen ze door extra hoge frequenties in beweging worden gebracht. Waardoor ze ook niet meer kunnen worden herkend door de stoffen, hè, suikers bijvoorbeeld of glucose, die wel door de celwand heen moeten om de cel te voeden, energie te voorzien enzovoort. Dus daarmee kun je in principe de functie van die cel verstoren. Het is maar een model, maar dat is zeer realistisch ervan uit te gaan dat dat een probleem kan zijn. Dan gaan we naar een DNA-molecuul. Dat is een molecuul, dat is een gespiraliseerde dubbelhelix, zoals jullie wel weten. Die helixen zijn identiek, behalve dat de een zijn bovenkant daar heeft en de andere aan de onderkant. Hier zijn de bruggetjes die moleculen op afstand van elkaar houden. Maar wanneer er genen moeten worden afgelezen, omdat nieuwe eiwitten gemaakt moeten worden of zo, dan dissociëren die twee stukken van DNA. Die gaan uit elkaar. Zoals je hier ook wel ziet, die worden uit elkaar getrokken. Als je dat DNA volledig uit elkaar zou trekken, kun je doen, dan heb je een lengte van 2 meter. Dat is één molecuul, 2 meter lang. En dat is dus een dubbelstreng. Normaal gesproken maken die dingen zich af en toe los van elkaar als een bepaald gen moet worden geactiveerd. En dat zie je op deze elektronenmicroscopische opname. Dit is DNA zoals het uitgetrokken is. Daar kun je, als je het helemaal vol kunt zien, daar zitten lussen in. Dat zijn openingen bij die gele pijltjes. En die openingen, dat zijn de plekken waar genen zitten, waar gecodeerd wordt voor bepaalde eiwitten. Nu, dat is volstrekt normaal, er is niks mee aan de hand. Alleen, dat zijn tijdelijke processen, die moeten ook weer ophouden. En dan moeten die twee strengen van DNA weer aan elkaar gaan zitten. En daar gaat het mis. Als je daar te veel energie op zet, je brengt dat spul in een bepaalde trilling of in een bepaalde resonantie, dan komen de verkeerde bazenparen in over elkaar. En dan zal dat betreffende gen niet meer op de normale manier reageren. Dan krijg je gekke producten of iets gebeurt helemaal niet meer. En dat kan een vergaande verstoring hebben en dat kan de aanleiding zijn tot kankervorming ook. Wanneer dus ook celdelingen niet goed meer verlopen omdat het DNA niet goed wordt verdeeld of het wordt niet goed gerecombineerd in de nieuwe eicel, dan kun je kankers krijgen. En dat is wat hier ook wordt gedemonstreerd. Dit is een plaatje uit een ouder onderzoek waarbij het gewone DNA als een druppeltje, als een heel klein druppeltje wordt gebracht op een bevochtig papiertje. Daar wordt een spanning overheen gebracht. En omdat dat DNA een netto lading heeft, stel dat die een netto positieve lading heeft door alle elektrische molecuulgroepen die erin zitten. En wanneer je daar een spanning over dat systeem heen brengt, dan gaat die lading die gaat bewegen in de richting van de spanningbron, de plus bijvoorbeeld, of anders naar de min. Maar DNA heeft een bepaald gedrag wanneer je dat in dit soort, zoals het heet, dunne laag chromatografie aanbrengt. Maar echter, dat blijft dus een druppeltje, hoe ver dat ook loopt. Maar als DNA voor een deel gesplitst wordt, dan krijg je allerlei splitsingsproducten die een andere moleculaire lading hebben. Die raken los van het DNA. En als je die in hetzelfde systeem laat lopen, in de elektroforese zoals dat heet, dan zul je zo'n staartvorming krijgen. En die staart, dat betekent dat zijn afbruikproducten van DNA. Die test heet de Comet Assay. En die wordt heel veel gebruikt om de zuiverheid van eiwitten te constateren of de zuiverheid om te zorgen dat je zuivere eiwitten krijgt door alleen dit soort zuivere plekjes te isoleren. Dus zo kun je zien dat allerlei radiostralingachtige dingen het DNA beïnvloedt. Dat kun je op deze manier zien. Nog ingewikkelder wordt het wanneer je in het driedimensionaal
elektroforese situatie het DNA eerst laat lopen. Of dit zijn eiwitten, dus een systeem van eiwitten uit die celletjes van de huid. Als je die laat lopen, eerst in een bepaald regime in de horizontale richting. En dan scheiden dingen zich op grond van hun lading. Dan vervolgens ga je ze scheiden op basis van een isoelektrische punt. En de biochemische mensen hier die kunnen snappen wat ik bedoel. En dan zet je de spanningbron op een andere as. En dan krijg je dus een driedimensionele verdeling van stofjes, eiwitjes, enzympjes enzovoort. Die eruit ziet als een sterrenhemel. Het ziet er werkelijk uit als een sterrenhemel, want zo ruim zijn de eiwitten verdeeld in de cel. Het zijn er vele duizenden. Maar aangegeven zijn hier punten, hier, waar bepaalde eiwitten zijn verdwenen wanneer ze worden bestraald door een, ik geloof in dit geval een 60 megahertz, een 60 gigahertz stralingsbron. Dan gaan de cellen gek doen, die gaan gekke eiwitten maken, die houden op bepaalde andere eiwitten te maken en op een dergelijke manier kun je dat aantonen dat gaat. Dus een beetje een vaag verhaal van mensen die geen achtergrond hebben in scheikunde. Maar op deze manier kun je vaststellen dat er weefselschade is. Door te kijken welke eiwitten erbij komen of zijn verdwenen. Nou, ik heb het al even gezegd. De DNA-structuur veranderen kun je. Je kunt de oppervlaktestructuren van cellen veranderen. Je kunt eiwit-eiwit interacties en receptorbinding kun je veranderen door die zaken op een vervelende manier voor hun in trilling te brengen. En daarmee zeg maar de bindingsmogelijkheden te vernielen. Nou, op vele manieren is dit toepasbaar op allerlei cellulaire processen die er zijn. Nog één voorbeeld uit de zenuwfysiologie. Ook de zenuwfunctie kun je veranderen doordat, stel je voor, dit is een zenuwcel, die heeft dus uitlopers waarmee die voelt, dat zijn tasters, dendrieten waarmee die voelt wat voor informatie naar hem wordt toegestuurd uit de omgeving. Aan de andere kant heeft hij ook axonen, dat zijn sterk vertakte, heel sterk vertakte uitlopertjes aan de andere kant die zijn beslissing van die cel meedeelt aan andere cellen. Nou, hier heb je zo'n een enkel axonnetje hier uitvergroot. Daar komen neurotransmitters uit wanneer er een bepaald signaal, elektrisch signaal, in dit punt uitkomt. Dan worden de neurotransmitters afgegeven. Die worden opgevangen in deze spleet door receptoren van de zenuw. Die worden aangesproken. En het punt is nu dat ook bepaalde frequenties kunnen interfereren met de binding van die signaalstoffen uit die zenuw met de receptoren op het luisterende deel van het zenuwstelsel, waardoor er ook bepaalde zaken mis gaan lopen. Bepaalde synaptische contacten gaan mislopen. Dat is aangetoond. Ook alweer omdat die receptoren dus van structuur veranderen en daarmee hun bindingseigenschappen verliezen. Hier een afbeelding van een platform, dat kan een bloedzuiger zijn of zo'n planaria die je onder stenen in beetjes wel kunt zien. Die glibberige zwarte beestjes enzovoort. Heel eenvoudig organisme met een prachtig zenuwstelsel. Als je die elektrisch afleidt, dan kun je daar dus actiepotentialen van afleiden. Dat zijn pulsen die van de kop naar de achteren lopen bijvoorbeeld. Als je die bestraalt met bepaalde hoge frequenties dan kun je vaststellen dat tijdens die bestraling gaat die puls, hoe ver dit gaat, naar beneden. Omdat zeg maar, de celfunctie wordt vernield, houdt de bestraling op, dan gaat de pulsfrequentie weer omhoog. Er zijn duidelijke zaken. Meneer de voorzitter, heb ik nog even, of ben ik over mijn tijd? Ik heb nog 5 minuten. Over blootstellingsnormen gesproken, want dat wordt natuurlijk van eminent belang. Van hoe gaan testautoriteiten, zoals de ICNIRP, zoals we die kennen, om met het instellen van de maximale limieten voor blootstelling aan misschien die nieuwe vormen van elektromagnetische impulsen uit 4G-zenders en wat daarna gaat komen. Ik denk dus dat die huidige limieten die bekend zijn en die gebaseerd zijn uitsluitend op warmte genererend vermogen, dat die limieten
sowieso helemaal niet gelden op dit ogenblik. Dat, die beschermen ons op geen manier tegen de effecten zoals we allemaal in deze zaal weten. Maar wanneer die frequenties van die 4G en 5G later nog omhoog gaan en de effecten daarvan steeds meer gefocust worden op de huid, dan deugen die limieten voor geen meter meer. Dan moet je echt gaan kijken, niet wat er in het lichaam gebeurt, maar wat er in de huid gebeurt. En dat betekent dus dat we betere normen moeten opstellen op basis van meetbare fysiologische criteria. En dat kan ik makkelijk zeggen. De vraag is alleen maar, ja, wie gaat dat doen? En wie gaat uitzoeken wat voor criterium we nemen? Want het is een mer en waar. Er zijn zoveel dingen in de huid die je kunt meten. En er is nauwelijks begonnen aan de manier om de zaken te kwantificeren. Dat je nog best eventjes kan wachten tot echt de helderheid doorbreekt. En ook ik zal het voor mijn dood niet meemaken. Dat er voor de arts een prachtig hanteerbaar systeem ter beschikking komt om te bepalen dat jouw lichaam gevoelig is voor een bepaalde frequentie, voor een bepaalde vorm van digitale informatie. Dat worden hele complexe verhalen, maar niettemin, daar moet wel een begin mee gemaakt worden, want het effect van opwarming doet niet langer geld, zogezegd. Om even aan te geven wat voor een moeilijke discussie we hebben op het ogenblik. Het RIVM hebben we vorige week dus een vergadering gehad. Die heeft ongeveer 2 weken geleden een nieuwe pamflet uitgegeven. The Comparison of International Policies on Electromagnetic Field. In dit document is op een hele grote tabel uitgezet wat de eigenschappen van verschillende vormen van zendervelden zijn in een aantal landen. En wat de eisen zijn, wat de limieten zijn voor bepaalde frequentiedomeinen. Als je nou kijkt wat in Nederland staat, ik heb het geel aangegeven, maar daardoor zie je niet wat erin staat. Nederland heeft op dit gebied voor burgers geen limieten meer. We hebben altijd limieten gehad, daar hebben we het altijd over gehad. Maar sinds heel kort lijkt Nederland geen limieten te hebben. En dat vind ik heel gek. Omdat juist nu die nieuwe generaties van zendtechnieken komen. En juist nadat we van alle kanten worden ingepakt in die nieuwe vormen van de technieken, wordt het des te belangrijker dat we goede manieren gaan ontwikkelen om de effectiviteit van die dingen op de mens als geheel vast te stellen. En nu zijn er geen waarden meer van kracht in Nederland, terwijl de meeste omringende Europese landen dat wel hebben. En dan kun je daar, misschien heeft Frank daar straks een andere verklaring aan. Ik denk, dit is gewoon de ruimte die jongens nemen om naar hartelust, zeg maar, hun methode zo te kunnen aanpassen dat gezien hun resultaten later wel limieten worden vastgesteld. Maar ik verwet het mijn zakmes om dat die limieten niet zullen gaan gelden voor dingen als die ik nu aanroer. De huiddingen met name, juist omdat dat zo ontzettend moeilijk is. Dus ik denk dat die technici hier gewoon ruimte kopen om hun gang te kunnen gaan door geen limieten meer te aanvaarden. En het is dus een kwestie van de Nederlandse politiek, zou ik zeggen, om hier op te treden. En te zeggen, ja, mijn heren, dat gaat niet. Laten we dan de limieten houden zoals ze zijn. Want als er iets gaat gebeuren, gaan die limieten omhoog. Daar kun je natuurlijk ook gif op innemen. En een vervelende bijkomstigheid is dat ik hoorde van Darius Lesitsky. Dat is een Fin. Weet ik niet. Eén woord. Ja, als je. De limieten zijn nooit wettelijk vastgesteld. Ze hebben de limieten overgenomen van het advies van de Raad van Europa, maar die zijn nooit wettelijk veranderd. Alleen bij elektromagnetische velden op het werk en bij mobiele. Ja, ook op het werk. Ja, voor. De limieten vastgesteld in de wetgeving middels Europese normen. Die moeten dan voldoen aan bepaalde normen, dat zijn die SAR-waarden. Maar gewoon voor zendmasten heeft Nederland altijd het advies opgenomen.
is ja. Nooit wettelijk. Ja, maar dat is het nu dus nog niet. Nee, precies. Nee, nee, dus... Dus er is alle vrijheid om naar eigen believen je limieten vast te stellen. Denk ik dan toch. Hè? En dat is, kijk, waarom dat zo schrikwekkend is, is dat Leszczynski, die heeft een maand of twee geleden een lezing bijgewoond van Rodney Croft. Dat is een lid van de commissie van de ICNIRP. Die Croft, dat is een bekende figuur, die heeft een fantastische staat in dienst. Die is overigens psycholoog. Een zeer gerespecteerde beroepsgroep, maar die heeft heel weinig verstand, zou ik zeggen, van limieten en van menselijke problemen enzovoort. Hij is directeur ook van een instituut, hij is getraind ook in het Imperial College in Londen enzovoort. Dus dat is een man van enige naam die het in een vergadering, in een PowerPoint presentatie heeft gezegd dat hij eigenlijk vindt dat we wanneer de nieuwe limieten worden vastgesteld, geen rekening hoeven houden met de huid. De redenering is, het gaat dus om wat er in het lichaam gebeurt en de huid zit er gewoon maar omheen. De huid wordt niet genegeerd, maar die wordt onderworpen volgens dat voorstel van hem aan dezelfde regels die er zijn voor onze extremiteiten. Hè, armen en benen, dingen die het lichaam uitsteken, die mogen best een beetje meer opgewarmd worden dan de rest van het lichaam. Hè. Dus eigenlijk wordt de huid bij het grof vuil gezet van die lichaamsdelen die dus aan een hogere straling kunnen worden blootgesteld. Dat is buitengewoon wonderlijk als je gelooft wat ik hier vertel over de functies die de huid heeft. En dat wanneer je, als je limieten zou willen vaststellen, dan moet je juist gaan kijken naar de huid. En dan interesseert het je heel weinig wat er in het lichaam gebeurt, want dat is allemaal toch maar een hele zwakke afgeleide van wat er in de huid gebeurt. Ik zie daar die juffrouw. Zijn er toch geen bewijzen dat dat invloed op de hersenen? Daar zijn toch onderzoeken naar? Dat straling invloed heeft op de hersenen? Want meetbaar is. Jawel, maar dat gold bij de oude technieken al. Daar weten we van alles van. Die GSM en UMTS dingen, die geven effect op de hersenen. Dat kun je gewoon afleiden met EEG's. Dat is gewoon standaard werk. Dat is gewoon zo. Maar de gezondheidsraad zegt, ja, dat hindert niet. Ik bedoel, dat je ziet op een EEG dat de hersenen plotseling even reageren als iemand de telefoon aanzet. Ja, dat heeft geen waarde, want het is niet aangetoond dat mensen daar ziek van worden. Nou ja, los van die discussie, die straling waar we het nu over hebben, die komt nauwelijks de hersenen in. Die gaat sowieso niet door het bot heen. Maar wat wel zo is, dus wat de huid waarneemt, dat wordt wel doorgebriefd natuurlijk naar het centrale zenuwstelsel. Hè? Via bloedvaten, via hormonen, via signaalstoffen, via cytokine. Allerlei stoffen die via het bloed het hele lichaam doorgaan als signaalstof. Bovendien ook via het zenuwstelsel. Want wij zijn zeer rijk voorzien van zenuwstelsels. Die gaan allemaal signalen die hier worden opgepikt. Die bereiken ons ook via de ruggengraat. Hè? Dat gaat niet uit de hersenen, maar komt uit de ruggengraat. Nou, dat is de route. Maar dus de huid functioneert wel als een detector voor omgevingssignalen die naar ons systeem worden doorgegeven. Ja, klein aanvulling op je verhaal, misschien weten mensen niet, maar de ICNIRP die is dit jaar in revisie gegaan. Dus er wordt nu momenteel ook gevraagd aan mensen, en als mensen in deze zaal daar iets over willen zeggen of inspraak over willen hebben, kunnen ze zich bij mij melden. Dus de ICNIRP, die natuurlijk eind jaren 80 is vastgesteld, die gaat nu in revisie. Dus de ICNIRP is zeg maar de richtlijn die door de Nederlandse overheid tot nu toe werd gehanteerd als in het kader van blootstelling. Dat is een zelfbenoemde commissie. Het bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven die onderling hebben besproken wat de limieten voor blootstelling zouden zijn. Dat is geen overheid, dat is een conclusie van mensen met industriële belangen. Dat is de afkorting van International Committee for Non-Ionizing Radiation Protection. Ik NIRP zeggen wij in de wandeling, dat praat makkelijker. Nou, ik ben bijna klaar. Je kunt, zoals ook Frank natuurlijk al gezegd heeft, je kunt beschermende maatregelen nemen die identiek zijn aan die maatregelen die we voor de oude bestraling hebben bedacht. Alleen omdat de frequenties misschien, althans ook de datastromen natuurlijk een heel andere snelheid hebben,
ben je overal waar je buiten komt, waar er hele vele zendertjes die er zullen komen, toch wel voortdurend van onder en van boven en van alle kanten bestraald door deze dingen. Maar ik denk wanneer je bestralende kleren, straling weer de kleren aantrekt, dat je dan een heel stuk beschermd bent. Maar extra aandacht voor de huid. Het zou helpen, las ik in een filmpje over die effecten van die militaire bestraling om menigte te verspreiden. Filmpje kon ik net niet starten, ik probeer het straks nog een keer. Het helpt als je een sweatshirt aantrekt, als je een bezweet shirt aandoet. Daar zit geleidende transpiratievocht in. Dat neemt ook straling op en dan hou je die warmte die dat opgewekt wordt in ieder geval buiten je lichaam. Misschien kun je ook een geleidende crème op je vel smeren. Je kunt ook besluiten om je niet erg op te winden. Dat is aan dovemans oor gezegd, maar ook als je doodsangst verkeert, dan krijg je klam zweet of je werkt je in het zweet. In beide gevallen komt er dus vocht op je huid en zal dat vocht ook die stralingsintensiteit overnemen. Dat zal even goed pijn doen, maar dan bescherm je dan toch misschien een beetje. Dit is niet een serieus voorstel overigens wat ik hier lanceer, maar het is eigenlijk de manier van denken die je toch mee naar huis kunt nemen. Kortom, de 5G communicatievormen komen eraan, hoe je het ook verder gaat noemen. Het is verstandig om daar, het is zaak daar verstandig mee om te gaan. De overheid zal je voorlopig niet helpen, maar bescherming blijft mogelijk. Binnenshuis heb je nauwelijks gevaar wanneer je zelf geen apparatuur hebt die zich van die snelle zaken bedienen. Ik vind ook dat er eigenlijk heel snel proactief wetenschappelijk onderzoek zou moeten gestart worden naar de vraag wat gebeurt er nou eigenlijk precies in je huid wanneer je je van die snelle pulsen gaat bedienen. En dit is nou het plaatje wat ik eigenlijk zocht. Als ik mijn cursor niet aan de praat krijg, dan kan ik het filmpje niet stoppen. Het was dit filmpje wat ik had laten zien. Frank heeft ook al een soort afbeelding gezien. Dit is een voertuig waar dus een hele grote zender op staat voor waar je dus die phased array en gerichte stralenbundels mee kunt maken met het doel om mensen uit elkaar te jagen. Ja, het is een beetje eigenwijze computer hoor. De cursor doet het al niet. Zo. Ja. Oké. Nou, ik hoop dat het niet doet. Nee, ik moet hier wezen. En dan? Ja, maar dit werkt niet hoor. Nee, dat is een plaatje. Dat is het plaatje, maar als ik nu... En die link eronder? Die blauwe. Nee, die werkt niet. Kijk, nu is hij er wel. Maar nu hebben jullie geen geluid. Want het geluid is niet actief vertrokken. Oh. Even kijken hoe het in zijn werk gaat. Operators.
They even let any of the guests volunteer to test out its effectiveness and safety, including the Assistant Commandant of the Marine Corps, Sergeant Major of the Marine Corps, and Assistant Secretary of the Navy. Most described it as feeling like a hot oven or grill being opened up. It is something that, once again, probably the safest system that we've developed is, as far as the non-lethal capability. From Washington, I'm Sergeant Andrew Miller. Vraag Hugo, zullen we het daar even bij proberen te laten? Ja. Wil jij nu nog even beantwoorden? Eén vraag. Ja. Ik heb even een vraag over het ontbreken van wetgeving in Nederland. Is dat vergeleken met buitenlanden niet een omissie? Over de wetgeving? Ja, dat is ook een manier iets van straling eigenlijk geen wettelijke regeling is om het aan banden te leggen. Ja, nou, ik weet er tamelijk weinig van. Ik denk dat ik beter Martine het woord kan geven, maar die is net even weggegaan. Wat ik wel interessant vind, want vorige week, voordat op de radio is bericht, door het journaal Radio, dat de overheid juist zegt, wij zijn eigenlijk het enige land wat echt de normen heeft, en daar houden wij ons aan. En inderdaad, in 2020 komt dat 5G. Het was gewoon, het klonk mij, dus weer als een soort van, we gaan gewoon door, en wij hebben het nodig. En daar staat je dan op de plek van. Dus, mag ik iets over zeggen? Er zijn normen voorgesteld door de ICNIRM-commissie, die overigens wordt voorgezeten door iemand uit de Nederlandse Gezondheidsraad. En die hebben dat voorgesteld aan Nederland. De Gezondheidsraad heeft dat weer voorgesteld aan de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer heeft vastgesteld dat dat een norm is waar in Nederland mee gehandeld wordt. Dus je ziet bij het kennisplatform, je ziet bij het antennebureau, je ziet bij instanties waar je praat over overbelasting en straling, dat ze allemaal verwijzen naar de ICNIRM-norm. Dus hij is niet verankerd in de wet, maar hij is er wel. En er wordt wel naar gehandeld door alle instanties. Dus, en nu wordt er opnieuw een consultatie gedaan door de overheid naar allerlei mensen en instanties over de nieuwe norm. Maar die oude norm, ja, er is veel discussie gekomen toen dat bericht kwam in het AD en in diverse media. En toen is er ook veel rondgevraagd en daar kwam steeds uit terug. Maar ja, eigenlijk verandert niks, want we hebben de norm. Hij is daar maar niet verankerd in de wet, maar hij is er wel en er wordt door alle instanties wel naar verwezen en naar gehandeld. Dus in feite is er weinig winst. Ik vond het zo raar dat ze juist andere landen zich van niet aan die landen, die had ik enorm. Ja, dat is ook dezelfde situatie in veel landen. Heel veel Europese landen die handelen naar die ICNIRM-norm. Die zijn dan politiek geaccepteerd. En door instanties die een verbinding hebben met de overheid, die handelen ook naar die norm. Maar goed, dat wettelijk verankerd. Dat is in feite zo mijn gevoel bijzaak. En dat in de praktijk bij antennebureau en dergelijke. En als je bijvoorbeeld bij een kennisplatform iets vraagt over norm of over gezondheid, dan kijkt iedereen naar de man van de gezondheidsraad en die verdedigt nationaal en internationaal die norm, die ik heb norm, die ook in Nederland gewoon gehanteerd wordt. Ook al is die grond veel te hoog. Ook al is die veel te hoog. Ja, het is geen norm, het is een richtlijn ook van de ICNIRM natuurlijk. Hè. In Vlaanderen is hetzelfde, dus een lager norm. Maar ik wou nog een laatste, echte laatste vraag doen. Ja? Je gaf aan dat we kunnen verwachten dat de beheershuizen daar niet veel last van zullen gaan krijgen in de toekomst van 5G. Hoe is dat buiten het huis? Moeten we rekening houden met meer overlast tussen straat?